Het enthousiasme van de club naar buiten uitdragen. Dat was een van de opdrachten aan het bestuur en de jeugdcommissie om het aantal jeugdleden te laten stijgen. Via onder andere Vriendjesdag en schooltennis kwamen meer en meer kinderen in aanraking met tennissen in Honselersdijk. Ik vind het een leuke sport omdat het is een soort van teamsport. Ik vind het een gezellige groep en ik hou wel van sportieve dingen. Ik woon in Den Haag, maar ze geven hier gewoon goed les en daarom ben ik hier gekomen. Dus 6 jaar geleden hebben we eigenlijk een groot plan gemaakt met de jeugdcommissie en dan ikzelf. En door actief leden te werven, maar ook vooral het enthousiasme over te brengen op onze bestaande leden, hebben we die 100 jeugdleden de afgelopen 6 jaar eigenlijk behaald. We komen vanaf 17 jeugdleden en het is eigenlijk 6 jaar lang hebben we die stijgende lijn al te pakken. En hij zet ook nog steeds door, dus het komt echt wel door het samenwerken. Dan heb je als vereniging flink wat nieuwe jeugdleden binnengehaald, maar dan heb je de wedstrijd nog niet gewonnen. Wat de KNLTB heeft onderzocht, zorgt dat het gezin ook zo groot mogelijk is wat tennist. Dat hebben ze echt onderzocht, dat eigenlijk hoe meer gezinsleden tennissen, hoe langer ook de mensen blijven tennissen, maar in dit geval dan ook de jeugd. Dus we zien ook dat steeds meer ouders een balletje gaan slaan of lessen nemen. En daarom proberen we ze ook met activiteiten erbij te betrekken. En nog een heel belangrijk onderdeel is dat je ze ook wedstrijdjes laat spelen. Dus we moedigen ook aan competitie spelen, maar ook gewoon meedoen met de activiteiten die misschien 1, 2 of 3 keer in het jaar zijn, die helpen daar al bij. Laatste ronde. Go. En de meester is heel erg leuk. Het is gewoon een topvereniging.